Mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express. Nu in Halsweert, zeg. Oh ja, hier is de centrale ruimte. Ik zie het alweer, hoor. Ah, even mijn koffer neerzetten. En de stoel staat er al, hè. Oh, dat is dat toch een heerlijke stoel om lekker in te zitten, hè. Zo. Oh, we kwamen hier natuurlijk wel doen, hè. Ja, we kwamen hier even kijken of we bij de allerkleinste eerst even beginnen. Even kijken in het lokaal. Oh, wat doe ik nou? Niet te geloven. Die koffer is ook zo zwaar. Hebben jullie al gezien wat er allemaal in zit? Hebben jullie het al gezien? Ik heb hele mooie boeken bij van Sint-Nicolaas. En jullie kennen natuurlijk wel het grote boek van Sint-Nicolaas. En daar staan al jullie namen in. En er staat in of je lief geweest bent en wat je graag wil hebben. En er staat ook wel eens in als je een beetje ondeugend geweest bent. Maar kom eens even mee, want het is hier zo mooi versierd allemaal en de vlag van Sinterklaas. Ik zal eens eventjes hier aan tafel erbij gaan zitten hoor. Oh, wat is dat hier mooi. Ik heb voor jullie allemaal zo'n heel mooi groot boek met het geheim van het grote boek van Sint-Nicolaas. Die krijgen jullie allemaal aanstaande maandag van jullie juffrouw of van jullie meester. En wat staat er nou allemaal in? Er staan allemaal leuke kleurplaten in, of knutselwerkjes, of puzzels. En kijk, je kan je verlangenlijstje invullen. En misschien ga je op school ook nog wel een keertje pepernoten bakken. En even kijken, jullie kunnen kijken hoe we gevaren hebben met de stoomboot. En je kan allemaal leuke dingen doen. En zien jullie ook al die vakjes in het boek? En dan hebben jullie vast al wel een beetje gehoord dat jullie de vlogs kunnen volgen van Piet Antonio. Heb je dat al gehoord? Elke dag om 7 uur, om 12 uur, om 2:30 en om 5:45 komen de nieuwe vlogs van Piet Antonio. En als je die nou een beetje volgt, dan hoor je wat er moet gebeuren in het boek. En dan kan je achter het geheim van het grote boek van Sint-Nicolaas komen. En jullie zagen net al dat mijn koffer zo zwaar was. Want wat zat er nou nog meer in? Kom eens even kijken, beste kinderen. Want we hebben ook bij het goud van Sint-Nicolaas. Kijk eens. En wat ga ik nu doen? Ik ga jullie een beetje uitdagen. We gaan deze goudstukken, 5 stuks, gaan we hier verstoppen in het lokaal. En als jullie nou straks een beetje opgeruimd te hebben met de meester of de juffrouw, dan kunnen jullie op zoek naar de goudstaven van Sint-Nicolaas. Maar, weet je, opruimen? Ja, want ik kijk altijd een beetje rond en dan kijk ik altijd of de mensen wel een beetje hier ook goed opruimen. Oh, wat is dat mooi, zijn allemaal van Sinterklaas. Kijk nou toch eens, wat een mooie spelletjes allemaal, zeg. Oh, was die nou net ook al zo'n rotzooitje? Eens even kijken. Zo. Als we dat in het kasteel, hè, dan doen we dat altijd op onze rug, op de trap. En dan gaan we altijd een eindje lopen. Oh. Zo, dat is echt grote schoenen om te vullen. Kijk eens even. Nou ja, gelukkig heb ik al een beetje pepernoten van tevoren meegenomen. Eens even kijken. Dan kunnen we die alvast een beetje in de klompen doen. Zo. Zo, zijn die ook weer gevuld. Goed hoor. Nou, dan gaan we nog even langs de herfsttafel. Dan zijn jullie lekker bezig geweest met de kastanjes en de eikels en zo allemaal. Oh, kijk eens hier. Hier kan je pepernoten wegen. De pepernotenweegschaal, dat is leuk.
Dat is wel heel mooi hoor. Er liggen ook al pepernoten bij, hoor. En hier kan je een beetje verkleden. Zo. Hallo, met Sinterklaas. Oh, leuk hoor. Wat hebben jullie al goed voorgewerkt, hè? Hier kan je pepernoten bakken. En, oh, kijk eens, hier kan je... Kan je wel een beetje proeven. Niet te klappen, hoor. Ja. Oh, nu kan je belangrijkste knippen. Kijk, wat je graag wil hebben, kan je hier knippen. Heel goed hoor. En wat moeten we hier doen? Oh, je naamkaartje denk ik maken. De inpakkamer. Kijk eens hier. Leuk gedaan hoor. Nou, beste kinderen, mijn mond zit nog een beetje vol. Gaan jullie straks op zoek naar... De goudstukken van Sint-Nicolaas. Volg de vlogs van Piet Antonio. En maak je mooie boekje helemaal af. En dan zien we elkaar binnenkort in Hans Weert. Groetjes, Piet Antonio! Mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express.